Goedemiddag allemaal, van harte welkom namens Paul en mijzelf op deze healingmiddag. Hartelijk dank aan Beninja, onze gastvrouw, in dit prachtige chill-out house, waar je ook kunt overnachten en logeren als je dat zou willen. Als je denkt van nou, ik ga naar die healing en ik wil even rustig gaan, dan kun je hier lekker blijven slapen en overnachten. En zij maakt ook prachtige dreamcatchers, onder andere die. Dus dankjewel Beninja. Vandaag wil ik het hebben over als thema voor die healing, het thema normaal doen. Normaal zijn in combinatie met spiritualiteit. Dus wat is normaal en wat is spiritueel? Als je te maken hebt met bange mensen, dan blijf jij gewoon hier. Waarmee gezegd, jij leeft en beweegt vanuit het besef dat jij die bron, waar Paul het altijd over heeft, niet kan verlaten. En de bron is de liefde die jou geschapen heeft. Maar wanneer ben je dan één met die bron? Wanneer is dat dan? Is dat morgen? Of ligt dat ergens in de verre toekomst? Of moet je daar je best voor doen? Of naar streven? Of moet je daarvoor evolueren? Of heel veel mediteren? Nee. Wanneer ben je verbonden met de bron? Nu. Nu, op dit moment. En daar hoef je niks voor te doen, omdat het al zo is. Het is wel zo dat wij dat vergeten. En dat we afdwalen van de waarheid dat wij één zijn met de bron. En dan gaan we leven in de illusie. Want alleen de waarheid is waar. En alles wat geen waarheid is, is niet waar. Zo simpel is het eigenlijk. Als iets niet waar is, dan is het een illusie. Als iets niet waar is, dan is het een leugen. Als je vanuit de waarheid leeft, ben je ook niet bevattelijk voor leugens. En dan hoef je ook nooit bang te zijn. En de healing is onder andere bedoeld om jou weer terug te brengen tot de waarheid van wie en wat jij bent. En wat ben je dan? Ik herhaal het nog een keer. Jij bent en blijft zoals de bron jou heeft geschapen. Dus jij bent hetzelfde als de bron. Want daar kom je uit voort. Dat is jouw oorsprong. Dat is jouw goddelijk DNA. Dus als de bron liefde is, ben jij dat ook. En als de bron heilig is, ben jij dat ook. En als de bron eeuwig is, ben jij dat ook. Dus jij bent niet het lichaam, om maar eens even iets te zeggen. Ja. Daarom hoef je ook niet bang te zijn voor iets buiten je. En de redding ligt ook niet buiten jou. Maar wat is spiritueel zijn? Voor mij is het normaal zijn. Goed, wij komen net terug van een weekje Breskens. En op de een of de andere manier hebben we allerlei bijzondere ontmoetingen. Ja. Met spirituele mensen en mensen die beweren dat ze dat niet zijn. Dus, kort hè. Wij zijn in Breskens en we gaan naar een beetje chique restaurant. Gusto. We bestellen daar een zeetong, want we gaan even ruig doen, want we zijn op vakantie. Hè? En ja, we wisten dat het niet goedkoop was, maar achteraf schrokken we toch een beetje van de rekening. Maar naast ons is een gezelschap die zo'n fles champagne aan het drinken zijn. 2,5 liter achter elkaar, non-stop. We staan op en er komt een man naar Paul toe en hij zegt, ik ken jou. Ik ken jou. Het lijkt alsof ik jou al mijn hele leven lang ken. En hij valt Paul in de armen.
En het is liefde op het eerste gezicht. En het is zo'n bijzondere ontmoeting. Goed, oké. We gaan weer terug naar huis. We denken van, nou, is toch wel. Dat gaan we toch echt niet meer doen, hè. Zoveel geld betalen bij dat restaurant. Ja, maar daarvoor waren we eigenlijk ook helemaal niet daar. We kwamen voor die man te ontmoeten. Ja? En dan gaan we dus de volgende dag op zoek naar een vishandel. Nou, we vragen aan iemand en die zegt, vlakbij is een groothandel. Daar moet je zijn. Dus wij daarheen. We krijgen ook een rondleiding, hele lieve mensen. En we krijgen ook allemaal extra stukjes vis en zo. Maar de rekening, daar ga je een hele grote trap op. En daar zit Mike. Mike, echt een hele mooie, knappe vent. Heel sympathiek. We maken een praatje. Goed, hè? Dat was het dan. En dan gaan we naar een terrasje. Weer een terrasje. Het is zo vermoeiend, daar, al die terrasjes. Waar we dus een kennis van haar tegenkomen. En dat is een coach. En die weet het allemaal. En zogenaamd een en al vertrouwen. En spiritueel. Spiritueel. Nou, we praten een tijdje. En dan krijgen we het over Kiona. Dan krijgen we het over angst. Wat blijkt dan gaande het gesprek? Zij is heel bang. Maar als je echt in de waarheid leeft, dus vanuit de spiritualiteit en het bewustzijn dat jij in die bron bent, zoals Paul zegt, ik ben één met de bron en niets anders, dan hoef je ook niet bang te zijn. Want de genezing ligt niet buiten jou. Dus dat was een spirituele dame. Oké. En dan, de laatste dag, gaan wij weer terug naar de vishandel. We gaan weer die trap op en we praten weer met die knappe, leuke vent, Mike. En al pratende krijgen we het over spiritualiteit. Hij zegt, dat ben ik niet. Maar wat is dan spiritualiteit, denk ik achteraf? Nou, hij zorgt hartstikke goed voor zijn personeel. Hij is hartstikke aardig. Hij is niet bang. Hij is gewoon geïnteresseerd, want ik begin direct het verhaal van Paul te vertellen. Ja, met de kosmos, één met de bron, de lichtwezens enzovoort. En hij is gewoon, hij straalt. Hij straalt. En die man heeft gegarandeerd nog nooit een boek gelezen of gemediteerd, maar die doet normaal. Dus spiritualiteit aan zich is A, dat je uit de angst blijft. B, dat jij jezelf bent en durft te zijn. Dat jij jouw waarheid durft te spreken. Dat jij gaat staan voor wie en wat jij bent. En dat jij straalt. En als je met bange mensen te maken krijgt, dan schijn je dat als het ware weg. Leren is demonstreren. Dus jij bent dan dat grote voorbeeld. Omdat jij hier bent, met jouw bewustzijn op een ander level, je rent hier nog steeds rond in de wereld en je krijgt ook te maken met de waanzin van de dag, maar je laat het je niet bij de strot grijpen. Dat doe je niet, omdat jij beter weet. Je ziet eruit als iedereen, alleen heb jij misschien wat vaker een glimlach op je gezicht of schitteren jouw ogen iets meer, of straal je net iets meer dan die ander. En dan ga je naar de supermarkt. En dan ben jij het grote voorbeeld. En dat gaat natuurlijk niet, je kan niet stralen achter een mondkapje. Volgens mij is dat een beetje raar. Hè? Dus dat is je gezicht laten zien. En ook aan iedereen tonen dat jij niet bang bent. Dat ook dat bestaat. Dat ook dat mogelijk is. En dat brengt om te beginnen innerlijke vrede, innerlijke rust en een bepaalde stilheid in jou. Waardoor je niet de waanzin hebt in je hoofd van alle gedachten en alle zorgen. En hi. En
de toekomst en wat we allemaal daarover fantaseren, wat allemaal mogelijkerwijs gaat gebeuren, nou, daar blijf je uit. Omdat je weet dat je nu, right now, niet morgen, niet over 10 minuten, nu leef jij in die bron. En dat geeft rust, kalmte en vertrouwen. En dan heb je ook de moed om te luisteren naar de intuïtie. En je laat je inspireren. En je bent veilig. Dat is het hem nou net. Je bent volkomen veilig omdat jij afgestemd bent. En je luistert naar je innerlijke stem. En als die zegt van, het wordt tijd dat je je huis verkoopt, je spullen verkoopt en dat je naar Portugal gaat, omdat je daar nodig bent. Ja, natuurlijk heb je zoiets van, wat? Al mijn spullen, al mijn kinderen dan. En hoe gaat dat dan? Ja, zegt de kosmos, vertrouw nou maar gewoon op ons. Vertrouw nou maar op de leiding. En als je dat dan doet, dus je geeft daar gehoor aan, omdat je weigert om bang te zijn, dan moet je maar eens even kijken wat er dan gebeurt. Dan kom je met jezelf in de wonderstaat. Dus in een wereld van waanzin, in een wereld van kleinheid, is het aan jou om jouw grootsheid te bewaken. En dat betekent dat jij je niet uit jouw waarheid laat trekken in een veld van angst. En bepaalde velden zijn gewoon superkrachtig. Als je één teen in het veld van de angst zet, ben je verloren. Die zuigkracht is enorm. Als je om je heen kijkt, wordt er nu alles eraan gedaan om de mens in het gereel te krijgen. En als je bang bent, dan ga je voor de ratten. En hier, weet je, word je teruggebracht naar de waarheid van wie en wat jij bent. En als je in liefde bent en de bron, jouw persoonlijke lijntje met de bron, is zelfliefde. Daar begint het altijd mee. En als jij heel veel van jezelf houdt en je accepteert jezelf precies zoals je bent, zonder dat je je veroordeelt of jezelf op de kop slaat of jezelf censureert. Nee. Dit ben ik. En hier moet de wereld het maar mee doen. En als jij kritiek hebt op jezelf, dus die zelfkritiek, heb je in principe kritiek op de schepper. Want die heeft het niet goed gedaan met jou. Ja? Had je me geen donkere haren kunnen geven? Of had ik nou matje 36 of weet je wel zo. Nee, ik ben volmaakt geschapen. Wij allen zijn volmaakt geschapen. In heiligheid. En wij zijn niet dit lichaam. In werkelijkheid zijn wij geest. En de healing tilt de geest als het ware op naar een ander level, waardoor je je even losmaakt van de wereldse kwatsch. Mm-hmm. Ja, en de stresskick wat daar ook mee gepaard gaat. En kun je sowieso al eens even ontspannen. Het opent zich. En het licht kan steeds dieper in dat bewustzijn komen, wat in principe verduisterd is door allerlei gedachten die niet overeenkomen met de waarheid. Dus alle leugens waar jij in gelooft, dat kun je zien als dikke wolken voor de zon. De healing zorgt voor scheurtjes in die wolken, openingen, waardoor jij weer iets van die herinnering gaat krijgen van wie en wat je bent. En dan ontstaat er steeds meer innerlijke vrede. En in deze wereld is innerlijke vrede het hoogste goed wat je kunt ervaren. Maar dat wil niet zeggen dat je daarna gevrijwaard wordt van allerlei processen waar je nog doorheen moet gaan.
Maar het wordt wel lichter. Omdat je weet wie je bent, kun je daar beter doorheen. Dan stuiter je niet. Je raakt ook niet in paniek. En je blijft steeds meer uit de angst omdat je het herkent. Je corrigeert jezelf. Je ontspant meer. En het allerfijnste is, wat ik tenminste heb ervaren, is de rust in mijn hoofd. Al die muizen die altijd maar door mijn hoofd renden, al die gedachten en... Dat is gewoon weg. Dat is echt weg. En dat is een zegen, zal ik je zeggen. Dat is echt een zegen. Dus door die healings van Paul ga je laag voor laag voor laag. En het gaat ook steeds dieper. Het gaat ook dieper. Waardoor je ook weer bepaalde weerstand, zeg maar, getriggerd wordt. En dat komt dan weer in je bewustzijn. En dan zul je daarmee aan de slag moeten gaan. Want hij geneest jou niet. Ja? Want dat zou raar zijn. Niemand buiten jou kan jou genezen. Want dan zouden we zeggen, jij bent zwak. Dat kun jij niet. Laat mij dat maar doen voor jou. Nee, zo werkt dat niet. Hij brengt jou terug naar de herinnering dat jij al heel en genezen bent. Je wordt alleen maar ziek van ziekelijke gedachten. Ja? En als jij in waarheid bent met jezelf en je weet dat jij die liefde bent, dan kun je ontspannen en dan kan dat lichaam ook ontspannen en dan ga je beter slapen. En dan komt dat zelfvertrouwen en die zelfliefde. En ook dat gevoel van heiligheid. En ook dat gevoel van vrede. En ook dat gevoel van, ja, ik ben één met die bron. Laat ik mij alsjeblieft herinneren dat ik één ben met de bron. Het is er altijd, maar wij zijn het vergeten. Hij weet het. Hij heeft het gezien. En als je hier bent en je staat onder leiding, dan kun je ook nooit meer ontrouw zijn aan jezelf. Dat kan niet meer. Als jij bijvoorbeeld ziek wordt of zo, je gaat naar het ziekenhuis, dan bepaal jij wat er met jou gebeurt en niet iemand anders. Je geeft dus nooit en te nimmer de bevoogding uit handen. Je geeft nooit de macht weg. Jouw eigen autonome macht. Jouw soevereiniteit. Dat geef je nooit uit handen. Je kan het je aanhoren wie wat te zeggen heeft als advies of als goede raad of als voorstel. Prima. Maar jij bepaalt wat je doet. Er is geen autoriteit buiten jou. Jij bent dat heilige goddelijke wezen. Gelijk de bron, daar kom je uit. Dat is jouw ontstaan. Dat is jouw oorsprong. Dus wat kun je anders zijn dan heilig? En daarnaast, kijk, wij denken ook nog vaak dat we slachtoffer zijn van de wereld en dat we er niks aan kunnen doen, dat het nou eenmaal zo is. En we voelen ons zwak en we voelen ons klein. En als we dat al niet voelen, dan maken we ons zelf wel klein. Of we zijn klein gemaakt door de opvoeding. Val me niet lastig, hou je mond, nutte rotte zoukragen. Weet ik veel wat ik allemaal gehoord heb vroeger. Houd het de moel, lekker mee gemaasje. Hou hem maar af. Dat was mijn opvoeding. Nou, dus niemand heeft mij geleerd van, schatje, kom eens even hier, wat ben je toch een mooi kind. Wat heb je toch een stralende ogen, wat ben jij lief, wat ben je heilig. Wat ben je krachtig. En er is niets in deze wereld wat jij niet kan. En heb maar vertrouwen. Niks ervan, heeft mij niemand verteld.
Daar, ja, daar werd ik mee grootgebracht. En als jij niet luistert, dan kom je in de hel. Ja, met Sinterklaas, dan gingen we natuurlijk in de zak mee naar Spanje. Ja. Als jij niet stil bent, komt Zwarte Piet en die neemt je mee naar Spanje. Kijk, dus en zo hebben we allemaal wel iets in onze jeugd te horen gekregen waarvan ik denk, oh, wat ben ik hier terechtgekomen, welke wereld ben ik terechtgekomen, oh my god. Zo. En het is nu tijd om helemaal kom af te maken met die flauwekul. Met alle programmeringen, met alle patronen, met wat je van vroeger hebt gehoord, maar ook wat de wereld jou vertelt. Alle bullshit wat we allemaal over ons heen krijgen. En de grote vraag is dan, wat accepteer jij als waar? Dat je denkt, oh ja, ja. Ja, ik ben ook een slecht kind. Huh? Ja. Nou, daar stoppen we dus gewoon mee. En vandaag is de perfecte dag om weer eens helemaal naar binnen te keren. En is helemaal te voelen wie jij bent. En dat je nu, right now, één met die bron bent. Nu. Ik ben één met de bron. Laat ik mij herinneren dat ik één ben met de bron. Als je dat verzoek al doet, de waarheid snelt op je af. Want de waarheid wil graag gezien worden en gehoord worden. En alles wat geen waarheid is, is in feite niets. Dat is duisternis, dat is schaduw. Daar hoef je maar gewoon jouw licht op te laten schijnen. En het verdampt. En dat is de kracht die ons is gegeven. En dan zegt Paul ook, jij bent door en door krachtig. En alles wat van de bron komt, heeft alle macht. En wat van de blabla komt, is in principe niets, behalve als jij het daartoe de macht geeft, jouw geloof eraan geeft. Dus haal je geloof eruit en het verdwijnt. Haal het gewoon eruit. Ik weiger om dit te geloven, omdat het niet resoneert met mij. En dan hoef je echt niet als een verheven spiritueel mens door de wereld te gaan van... Kijk, mij nou eens even één met de bron zijn. En jij bent er waarschijnlijk niet. Ha? Zo. Ja. Ha. Er is ook nog zoiets als het spirituele ego. Ha? Wat ik zelf dan al best al ver vind. En kijk naar de ander die dat dan nog niet is. Ha? Nee. Ware spiritualiteit is ook gewoon vriendelijkheid. Als iedereen gewoon vriendelijk is, is alles opgelost in deze wereld. Zo simpel is het. Ben gewoon vriendelijk. Naar de ander, naar jezelf. That makes you happy. En als jij vriendelijk bent, dan krijg je ook vriendelijkheid terug. De kosmische wet is steeds, al wat ik geef, komt duizendvoudig bij mij terug. Als ik iets koop, of ik geef geld uit, ik zeg steeds, alles wat ik uitgeef, komt duizendvoudig bij mij terug. Dus je snapt dat ik heel veel moet uitgeven. Zodat het allemaal bij mij terugkomt. Wat zeg je? Het is wel heel leuk. Maar Paul heeft dus een dusdanig open bewustzijn... Dat hij kennis heeft van het universum. En, pas op jullie twee, ja. En hij heeft contact met lichtwezens. En dat klinkt in deze wereld waanzinnig. Dan denk je van, huh? En toen dacht ik, hoe kan dat nou? Maar het is echt zo. Maar ons bewustzijn is ook uitgestrekt. Waarschijnlijk doen jullie in je slaap ook van alles en nog wat waar je geen weet van hebt. Hij weet het wel. Het grote verschil is dat hij het weet. Hij kan zich dat herinneren. En
De healing is dan ook een uitnodiging aan zijn lichtvrienden, die er al zijn, by the way, en die om jou heen zijn en die zien jouw ware wezen, wie jij werkelijk bent. En ook waar de boel nog een beetje geblokkeerd is. En er wordt op dit moment met jou gedaan wat nu nodig is. En het fijne is dat jij niks hoeft te doen. Je hoeft alleen maar het toe te staan. Je kan kleuren zien, je kan beelden zien, je kan zeg maar, tintelingen voelen op je hoofd, in je handen naar rechts of links getrokken worden. Je kan een soort gevoel hebben dat je tegen de slaap aan zit, maar je slaapt niet, maar jij wordt geparkeerd. En dat gaat ook nog 3 dagen door. Dus je kunt ook nog allerlei dromen krijgen of informatie of opeens een inzicht. Ja. En als je naar Paul kijkt, dan zie je wat mogelijk is. En dan kijk je in zijn ogen. En dan zie je liefde. Van een andere kwaliteit, zeg maar, dan het wereldse. Oh. En als je voorbij de vorm kijkt, je kijkt in zijn ogen, dan ga je iets ervaren van het wezen van Paul. En dat wezen, dat is zo groot, dat is zo machtig, dat is zo krachtig, dus dan kun je alleen maar een grote buiging maken. Dank je wel dat ik aan jouw zijde mag staan. Zo. En toen wist ik nog helemaal niks van healings af. Dat kwam later. En als je kijkt hoe hij dan de healing, dan kijkt hij ook letterlijk vaak zo van, oh ja, daar komen ze, weet je wel. Dat ziet hij. Hij ziet jullie allemaal precies zoals je bent. En hij kust iedereen de hand, omdat hij oordeelloze liefde is. Oordeelloze liefde. En dat is wat hij ons voordoet. En dat kunnen wij ook. Alleen maar vriendelijkheid. Liefde. Liefde. Kijk naar liefde. Ik heb er een boek over geschreven. Als ik in jouw ogen kijk. En ik zie de liefde die jij bent. Als liefde naar liefde kijkt. Dan verdwijnt het lichaam. Dan zie ik jou. Jouw ware wezen. En dan zie je ook mijn ware wezen. En dan ben jij licht. En dan ben ik licht. En dan is hier licht. En is overal licht. En dat is de werkelijke werkelijkheid. Dat is de werkelijkheid voorbij de vorm. Maar wij staren ons blind op dat lichaam. Ha? En als je een beetje verder kijkt, dan zie je het wezen van de mens. En dat komt uit dezelfde bron als jij. Of God houdt net zoveel van mij als van jou. Ha? Dus wat is normaal? Normaal, ook in deze tijd, is trouw zijn aan jezelf. En als anderen bang zijn, dan ben jij dat voorbeeld. Leren is demonstreren. Jij bent dat voorbeeld. En jij straalt alle angst weg van die ander. Waardoor die ander denkt van, oh, wat is dit? Dan gaat die ander zich dat ook herinneren van zichzelf. En zo verlicht je de wereld. En daarvoor zijn we gekomen. Om de liefde die we zijn uit te breiden. Niet dit te doen, dit te doen. Ik hou van jou. Ik hou zoveel 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 van jou. Durf je dat te zeggen tegen een ander? Durf je dat te denken? Ga eens een supermarkt in en denk gewoon, bij wie je ook ziet, ik hou van jou. Gewoon denken. Ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou.
dan stopt het oordeel. Dan ben je niet meer in staat om te oordelen. En of een ander, weet ik veel wat doet, ja, dat moet hij dan maar allemaal zelf weten. Daar hoeven wij niks van te vinden. Goed, ik vind er natuurlijk toch af en toe wat van. Hè? Maar ik corrigeer me dan ook weer snel. Daar heb ik niks mee te maken. Ik heb daar niks mee te maken. Ik hoef er ook niks van te vinden. Dus weer terug. En dan denk ik weer, ik hou van jou. De healing is bedoeld om jou weer terug te brengen tot het besef van wie en wat jij bent. Waardoor jij echt contact maakt met jouw goddelijk wezen. Jij bent goddelijk, jij bent eeuwig, je bent heilig, je bent onsterfelijk, je bent pure liefde. En normaal doen is gewoon liefdevol zijn. Meer is het niet. En dat is ook de hoogste vorm van spiritualiteit waarin je zegt, ik hoef niets te doen. Hier hoef ik niets te doen. Het wordt mij verteld. Ik ben een bruikbaar kanaal in deze wereld waarin ik de liefde die ik ben uitbreid. Sluit je ogen. Sluit je ogen. En ga goed zitten op je gemak. En scan je lichaam. Scan je lichaam. Jouw lichaam is iets volkomen neutraals. Het is een communicatiemiddel. En jij bent een van de vele dienaren van de bron die gekomen is om deze wereld te verlichten met het licht dat jij bent. Met de liefde die jij bent. Scan je lichaam. Mijn lichaam is iets volkomen neutraals. Ik ben niet dit lichaam. Ik ben niet dit lichaam. Ik ben geest. En ik laat mij door Paul en zijn lichtvrienden meenemen naar het gebied waar voor mij de herinnering ligt van wie en wat ik ben. Ik laat mij meenemen. En ik vraag. Laat ik mij nu herinneren dat ik één ben met de bron. Ik ben één met de bron en niets anders.